Hoe heeft Adviesvangers jullie geholpen? Nou, Adviesvangers heeft ons heel erg geholpen. Wij zijn natuurlijk een jonge organisatie als Buurtplein BV. En waren nog erg zoekende van hoe gaan we nou gestructureerd en op een leuke manier echt in gesprek met onze klanten. Over hoe ze de dienstverlening ervaren en waar wij ons kunnen verbeteren. En wat ze ons op inhoud aan adviezen mee willen geven. Dus daar waren wij nog erg aan het zoeken. En toen kwam dit eigenlijk voorbij. Toen had ik meteen zo van, yes, je gaat maar meedoen, wij allebei. En ook de buurtcoach die ermee kwam. Dus daar kwam meteen energie op. Omdat het niet is geëikte klanttevredenheidsonderzoekje is of een vragenlijst van hier te Tokio. Maar gewoon een hele leuke, inspirerende vorm. En we hebben een onderwerp gepakt dat echt toe doet. Dat vind ik wel belangrijk. Moet echt toe doen, want het is ook best arbeidsintensief. En dat is het financiële vraagstuk. Veel van onze klanten hebben dat. Hebben die vraag, hebben daar ondersteuningsbehoeften. Dus dat heeft ons heel veel gebracht om en in te zetten op een prioriteit die in onze dienstverlening gewoon heel dominant aanwezig is. Het financiële, zeg maar, in brede zin. Ja. En op een hele leuke, creatieve manier in gesprek. En het empowert ook de mensen die het gesprek hebben gedaan en die ook als adviesvanger eruit zijn gekomen. Dus het levert gewoon op dat mensen zelf er sterker uitkomen qua een keer voor een groep gestaan hebben, met elkaar in gesprek zijn geweest. En ik heb bij de sociale raad van de gemeente Doetinchem ook aangegeven dat we dit gingen doen. En toen was het nou heel leuk dat jullie dat gaan doen, advies ophalen, maar dat doen wij al. Toen zei ik tegen de sociale raad, de cliëntenraad van de gemeente, van ja, maar jullie zijn geen klanten van ons. Ja. We willen in gesprek met onze klanten, niet alleen over hun ondersteuningsvraag, maar ook over wat ze van ons vinden. En dat is gelukt. En dat is gelukt. Ja. Kun jij misschien, Irene, weet je nog een kenmerkend moment in het traject, of iets waar je echt dacht van, dat zal ik niet meer vergeten? Ja, ik ben bij alle brainstorm sessies was ik aanwezig en die brainstorm sessies die verliepen soms gingen mensen heel uitgebreid vertellen en dan zat ik achterin, hè, want de mensen zelf, de adviesvangers zelf stonden voor de groep. En dat dacht ik van, moet ik nou iets doen? Moet ik nou ingrijpen? Of nee, daar ben ik niet voor, dat ga ik niet doen. Ik luister en het kwam altijd goed. Het is zo'n gave methodiek die echt door onze klanten zelf uitgevoerd kan worden. En dat is gewoon heel mooi om te zien hoe ze het altijd weer terugbrachten bij daar waar het naartoe moest. Ja. Dus dat werkt echt heel goed. Ja, ja. Fijn. Daar ben ik heel enthousiast over. Ja. Leuk. Ja. Jullie wel. Graag gedaan.